Welkom op de Paardenplaats, de schoolstal van de Eres Hogeschool in Dronten, gerund door studenten en voor studenten. De paardenplaats bevindt zich op de schoolboerderij waar onder andere de koeien, varkens en kippenstallen van de school gevestigd zijn. Hallo allemaal, welkom op de paardenplaats. Wij zijn Julia en Celine en wij zitten in het bestuur van de paardenplaats. Ja, wij zitten in het derde jaar van de opleiding Hippische Bedrijfskunde van de Eres Hogeschool. En hebben van hun de opdracht gekregen om een praktijkgerichte opdracht te doen. En daar hebben we gekozen voor de paardenplaats om 1 jaar de studentenstaat te runnen. Ja, zo kunnen we de theorie die we in de lessen leren ook in de praktijk gaan toepassen. Ja. Benieuwd wat de paardenplaats allemaal te bieden heeft, dan zal ik jullie nu even een rondleiding geven. Ga je mee? Nou, hier kom je binnen. Dit is een soort van de grote entreehal als je de paardenplaats binnenloopt. Als eerste heb je daar gewoon toiletten. Super fijn als je daar naartoe kan. En je ziet gelijk de 6 hele fijne ruime poetsplaatsen, waaronder ook 3 wasplaatsen zijn. En heel fijn dat we hier ook gewoon warm water hebben. Als je naar rechts kijkt, is hier het stroopslag. Altijd een ruime voorraad aanwezig. En rechtdoor is de kantine waar je gewoon gezellig met z'n allen kan zitten. Of misschien natuurlijk aan je huiswerk werken. En rondom de kantine bevinden zich de kluisjes waar je gewoon al je paardenspullen achter kan laten. We zijn nu bij de stallen aangekomen en zoals je ziet staan er bijna geen paarden in de stal behalve deze. Deze is net aangekomen van een student uit België. Dus je paard kan als je uit Duitsland of België komt ook gewoon meenemen naar de paardenplaats. En de rest van de paarden staan allemaal op de wei. De paarden gaan van de zomer van april tot met oktober allemaal gewoon lekker van 's ochtends tot 's middags op de wei. En in de winter gaan ze op paddocks. Dus je paard komt echt wel genoeg buiten hier. We zijn hier op het midden van de stallen eigenlijk aangekomen. Er zijn dus 4 gangen met stallenblokken. Hier bevindt zich het hooi waar je gewoon lekker veel kan pakken zodat je paard genoeg hooi te eten krijgt. En we staan hier heel belangrijk bij het infobord waar alle wei-indelingen staan, maar ook de notities. Wie heeft er weekenddienst, misschien iets met lessen. Wat belangrijk is, belangrijke telefoonnummers en allemaal overige informatie. Hierzo is het lesbord. Hier kan je je indelen voor als er dus lessen zijn. Handig voor als je je training gewoon wil doorzetten. Als je thuis bijvoorbeeld lessen volgt en je paard moet natuurlijk nu meenemen naar de paardenplaats, kan je je training hier ook gewoon voortzetten. De paardenplaats telt maar liefst 40 boxen en dat betekent dat er eigenlijk altijd wel een stal is voor nieuwe studenten die met hun paarden hierheen komen. Dan laat ik jullie nu even de paddocks en de weiden zien. Zoals ik jullie vertelde staan de paarden in de winter in paddocks. En bevinden hier zich 6 paddocks, waaronder 4 kleintjes en 2 wat grotere. Je kan ervoor kiezen om je paard in zijn eentje in de paddock te laten staan of met een groep, zodat ze ook nog meer contact hebben en met elkaar kunnen spelen. En je kan natuurlijk ook gewoon in de zomerperiode, als je 's avonds komt en je paard staat al op stal en je moet bijvoorbeeld de stal uitmesten, kan je hem natuurlijk ook gewoon in de paddock zetten. We staan nu bij de ingang van de weides. Je hebt maar liefst 14 weides hier. En ook hiervoor kan je er kiezen om je paard alleen te hebben staan of met een groepje. Zoals je ziet wordt er nu een paard uit de wei gehaald. En dat is gewoon echt een heel groot voordeel hier zo in de polder. Omdat de paarden hier gewoon lekker heel de zomer buiten kunnen komen. Dan komen we nu bij het juweeltje van de paardenplaats aan. Namelijk de super grote buitenbak. Deze is ongeveer 30 bij 60 meter. Wat betekent dat je hier super fijn in kan dressuren. Zowel op B-niveau, maar natuurlijk ook op set en verder niveau. En er is alle ruimte om lekker parcoursje neer te zetten, wat ook regelmatig wordt gedaan, waardoor iedereen gewoon lekker kan gaan dressuren of springen in deze super fijne bak met eb- en vloedbodem, dus heel het jaar te rijden. Door de goede samenwerking met het paardencentrum Dronten die je hier achter mij ziet, is het mogelijk om gebruik te maken van hun binnenbak. Je kan per keer betalen of een maandabonnement afsluiten. Ik ben Wiebe Schuurder, eigenaar van het naastgelegen paardencentrum. Ik ben door Eres Hogeschool voor dit jaar gevraagd om de studenten zoveel mogelijk te begeleiden, zodat de paardenplaats op een goede manier gerund wordt. De paddocks zijn ook ruim genoeg, zodat je ook gewoon lekker grondwerk in de paddocks kan gaan doen. Aan de andere kant van de paddocks bevindt zich nog de longeercirkel. En deze is ook ruim genoeg en super fijn met de randen die eromheen zit, om ook gewoon goed met je paard te kunnen werken. Hoi, ik ben André. Ik ben in dienst bij het paardencentrum hiernaast gelegen. Samen met de 5 dames van het bestuur probeer ik hier bij de paardenplaats de boel in goede banen te leiden. Daarom doen wij het voeren met z'n 5, zodat het gecontroleerd gebeurt, zodat het ook goed gebeurt. En het buiten zetten van de paarden, dat gebeurt door de studenten middels een rooster. Een groot voordeel van de stal is dat het direct grenst aan het bos van Dronten. Er zijn speciaal ruiterpaden aangemaakt, waardoor je er fijn kan rijden.
Buiten alle faciliteiten die de schoolstal aanbiedt, kan je onder andere ook je trailer hier parkeren. Voor de bodembedekking kan je kiezen uit stro of vlas. Ze voeren hier hele goede kwaliteit basisbrok, maar als je eigen voer wil meenemen, kan dat natuurlijk ook. En ze houden heel veel leuke evenementen hier. Denk onder andere aan oefenwedstrijden, clinics, schriktraining, noem het maar op. Kortom, een supergezellige stal waar studenten met dezelfde passie voor paarden elkaar kunnen vinden en zo'n hele leuke studententijd kunnen hebben, terwijl ze hun opleiding volgen op de Eres Hogeschool in Dronten. Ik ben Annabel van der Meij. Ik zit nu in het eerste jaar hippische bedrijfskunde. Dit is mijn paard Vodka. En hij staat nu op de paardenplaats omdat dat de dichtstbijzijnde stallingsmogelijkheid voor mij was. Ik woon op school. En mijn ouders die wonen niet in Nederland, dus dat was eigenlijk ideaal dat hij zo dichtbij kon staan. En dat ik kan ervaren hoe het is om zeg maar de gehele verzorging voor je eigen paard te doen. En ook nog de studie erbij. Hoi, ik ben Michelle. Dit is Naura, ze is een IJslander van 11 jaar. En ik sta hier sinds september op de paardenplaats, omdat ze hier ook fijn buiten kunnen staan, zowel in de zomer als winters. En dat is natuurlijk het fijnste voor een paard. Nou, ik ben Maxi Eros en dat is Happy. En ik ben een hippische bedrijfskunde student aan de Eres Hogeschool in Dronten. En ik woon ook zelf op de campus, dus voor mij is de paardenplaats ideaal. Want ik vind het ook belangrijk dat hij buiten komt en dat kan niet allemaal. Wat ik ook belangrijk vind is dat de bodem van de bak wel goed is. En dat is in dit geval zeker zo. En je steekt de weg over en je bent in het bos, dus dat is ook heel fijn. Ik ben Dagmar, ik ben 19 jaar en dit is mijn tinker Isha. Ik ben samen met ook nog mijn andere pony Lena naar de paardenplaats gekomen omdat ik de opleiding hippische bedrijfskunde doe aan de Eres Hogeschool. En ik kom uit Utrecht, dus het is niet heel praktisch om mijn paarden thuis te laten omdat ik ook gewoon hier in Dronten woon. Daarom heb ik ze meegenomen en ik heb voor deze stal dan gekozen. Komen veel buiten en daarnaast is ook een mooi bos hier waarin ik gewoon lekker kan rijden en wandelen. Daarnaast is het ook wel leuk om op een stal te staan waar alleen maar een soort van leeftijdsgenootjes zijn en iedereen doet eigenlijk wel dezelfde opleiding. Dus dat maakt het ook wel heel gezellig hier.